Welkom bij Miniwild Bezorgd Verhalen Thuis. Een serie verhalen die wij vertellen aan de hand van de diverse maquettes in onze driedimensionale miniatuurwereld. Deze verhalen zijn onze vierde dimensie. Op 10 april 2015 opende een groot aantal leden van de vereniging Vrienden van Blijdorp de miniatuurversie van Diergaarde Blijdorp in onze miniatuurwereld. Miniwild en de Vrienden van Blijdorp waren het roerend over eens. Een van de populairste diergaardes van Nederland en een icoon van Rotterdam mag natuurlijk niet ontbreken in de grootste overdekte miniatuurwereld van de Benelux. In deze video gaan we in op de geschiedenis van zowel de diergaarde als de Vrienden van Blijdorp. In 1855 werd in de Rotterdamse binnenstad bij de Kruiskade een tuin ingericht voor fazanten en watervogels. Deze vogeltuin werd een groot succes en op 18 mei 1857 werd als vervolg de Rotterdamse diergaarde geopend. Daar waar nu het Wena ligt, op een steenworp afstand van Miniwild Rotterdam. De diergaarde lag destijds pal naast het oude station Delftspoort in het centrum van Rotterdam. Tot de dag van vandaag ligt er pal naast het Wena nog een straat met de naam Diergaardesingel die hieraan herinnert. In 1937 besloot de gemeente Rotterdam dat de diergaarde moest wijken voor stedelijke bebouwing. Het jaar erop begon men met de bouw van een nieuwe diergaarde in de polder Blijdorp. Dit verklaart de huidige naam van de diergaarde. Architect Siebold van Ravenstein kreeg de opdracht voor het ontwerp. Diergaarde Blijdorp werd hiermee een van de eerste dierentuinen ter wereld die in zijn geheel door één architect is ontworpen. Van Ravenstein staat bekend als een eigenzinnige en vooruitstrevende architect met een hoogst individuele stijl. Die stijl wordt onder andere gekenmerkt door de toepassing van sierlijke lijnen, ornamenten en toegepaste kunst. Bovendien waren de verwarmde binnenverblijven en ruime leefweiden toentertijd uniek in de wereld. Inmiddels telt Diergaarde Blijdorp maar liefst 21 rijksmonumenten. In mei 1940 werd een groot deel van de oude diergaarde getroffen door het bombardement op Rotterdam. Door de inslagen waren vele dieren op slag dood of ernstig gewond. Andere, zoals zeeleeuwen en zebra's, zwierven door de stad. Chimpansees werden uit voorzorg opgesloten in de wc van een plaatselijk café en een orang-oetang in een telefooncel. In de bierkelder van dat café zat een tijger in een kist. Puinruimers vonden later een opgezette leeuwin en plaatsten het dier als versiering op een keet. Hierdoor ontstond het verhaal dat er na het bombardement leeuwen door de stad liepen. Maar dat is in het echt nooit gebeurd. Op 7 juli 1940 werd het noordelijk deel van de diergaarde Blijdorp geopend en in december 1940 was de nieuwe diergaarde geheel open voor publiek. In het jubileumjaar 1957 werd het predicaat Koninklijke verleend en werd de naam gewijzigd in Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde. In 1988 vond de start plaats van het eerste masterplan dat de hele dierentuin heeft veranderd. Volgens dit plan worden de dieren per werelddeel geordend in natuurlijk ogende biotopen. In 2001 werd de dierentuin uitgebreid met 11 hectare grond aan de andere kant van de spoorlijn naar Utrecht. In dit gedeelte van het park bevinden zich het Oceanium, de vlindertuin Amazonica en in 2008 opende Diergaarde Blijdorp er een nieuw ruim ijsberenverblijf waarin de dieren zowel onder als boven water te bewonderen zijn. Dit ijsberenverblijf is ook te zien in onze miniatuurwereld. En deze verblijven komen vaak tot stand met steun van de Vrienden van Blijdorp. Al sinds de oprichting op 9 januari 1963 steunen de Vrienden van Blijdorp de diergaarde met geld, goede wil en morele steun. In vroegere jaren gaven de vrienden letterlijk dieren aan Blijdorp. Zo was het eerste geschenk in 1964 een elandantilope met de naam Vriendin. Het is nu echter niet meer van deze tijd om dieren te schenken aan dierentuinen. Al vele decennia schenkt de vereniging daarom verblijven om Diergaarde Blijdorp nog mooier te maken. Ook draagt de vereniging bij aan natuurbehoudsprojecten van de diergaarde in binnen- en buitenland. De morele steun is echter net zo belangrijk als het geven van geschenken. Met haar 4500 leden komt de vereniging op voor de belangen van Diergaarde Blijdorp, iets wat door de jaren heen met wisselende politieke meningen over de dierentuin nodig is gebleken. Leden zijn in feite ook ambassadeurs van de diergaarde. Zij brengen mede het verhaal naar buiten. Een dierentuin is meer dan dieren, want het zorgt ook voor educatie en natuurbehoud. Bijvoorbeeld met het fokprogramma voor bedreigde dieren. Bij hoge uitzondering heeft de vereniging ook buiten Blijdorp zelf bijgedragen aan de bouw van een bijzonder verblijf.
namelijk de bouw van een weergave van Diergaarde Blijdorp in de miniatuurwereld van Miniworld Rotterdam. Zoals gezegd mag dit icoon van Rotterdam bij Miniworld niet ontbreken. Naast de vele historische en monumentale gebouwen van Van Ravenstein is er in de miniatuurversie van de Diergaarde ook een aantal verblijven nagebouwd die de vrienden aan Blijdorp hebben geschonken. Zoals het IJsberenverblijf, de Tijgerkreek en het olifantenverblijf Tamaninda. Dit gebouw stamt al uit 1994 en huisvest naast olifanten ook tapiers, neushoorns, slangen en bijvoorbeeld vissen. Het is bijzonder omdat het destijds erg modern en vooruitstrevend was. Het is een tropisch onderkomen met meerdere verblijven in één. En vergeet de tropische vlinderdoom Amazonica niet. Dit gebouw is revolutionair omdat het luchtzakken in een bijzondere houten koepel heeft die zorgen voor een goede atmosfeer. Het gebouw uit 2013 was het jubileumgeschenk van de vereniging en het duurde meer dan 2 jaar om te bouwen. Iconische gebouwen van de diergaarde zoals de Rivierahal, de Amazonehal en de roofdierenverblijven ontbreken natuurlijk niet. En zelfs de symmetrielijn die Van Ravenstein door het gehele ontwerp van de diergaarde liet lopen, kan je in onze miniatuurversie terugzien. Maar na 5 jaar ontbrak er nog wel iets in de miniatuurversie van Diergaarde Blijdorp bij Miniworld. Sinds 2018 hebben de vrienden van Blijdorp namelijk geen kleine vriendenwinkel meer, maar een heuse vriendenbazaar. Inmiddels heeft Miniworld deze maquette nu ook toegevoegd aan de diergaarde in het klein, zodat deze weer helemaal up-to-date is. En bovendien om het samenwerkingsjubileum te vieren met de vrienden van Blijdorp van 2015 tot en met 2020, dat er nog maar vele jaren mogen volgen. Tot zover ons verhaal over de Vriendenbazaar en Diergaarde Blijdorp in miniatuur. We hopen dat je dit een leuke en leerzame video vond. We zouden het waarderen als je onze video liked en deze deelt met je vrienden. Tot ziens bij Miniworld Rotterdam en Diergaarde Blijdorp in miniatuur.